Yo mensen, Vooral88 hier en vandaag weer een nieuwe squad builder op woensdag. En deze is ongelooflijk overpowered met ontzettend goede spelers erin. Dus we gaan zo meteen maar lekker beginnen met dit team. Hiervoor spelen we 4-1-2-1-2. Dus we gaan lekker beginnen met de doelman en dan beginnen we met Guzan. Je hebt Guzan ook in vorm, maar ik denk van, weet je wat, laat ik het heel even proberen met de non-in vorm. Maar gewoon met de non-rare versie eigenlijk zelfs nog sterker. En ik vond hem heel erg goed. Dus prima doelman daar. Dan hebben we linksback hebben we Gibbs en rechtsback hebben we Beastcheck. Beastcheck natuurlijk goede stats. Hoog work rates, 5400 gekocht is eigenlijk prima te doen. Dan hebben we linksback, dan kan je in principe elke speler uit de Barclays zetten, elke linksback. Maar omdat heel veel hoog normaal workouts hebben en Gibbs heeft normaal, heb ik hem daar neergezet. Dan gaan we centraal hebben Okore en Naldo. Naldo die nu in vorm was, maar ik had het team al eerder gemaakt. Dus je kan al twee informs kopen, maar dat heb ik niet gedaan. 76 snelheid, 84 koppen en 72 verdedigen voor Okore. Echt een silver beast is hij. En dan gaan we naar Naldo. 750 coins gekocht. Is natuurlijk niks. En 1,98 meter. Daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dan gaan we naar Luis Gustavo. Die een superlink krijgt met Naldo. Op centraal verdediging middenvelde positie. Normaal hoge workrates 1,87. En hij heeft gewoon precies wat ik zoek van een centraal verdediging middenvelder. Gewoon ballen onderscheppen. En dat kan hij als geen ander. Dan gaan we naar de links met en de rechts met. Dan hebben we links met hebben we Tonev. En rechts met hebben we Blasnikovski. En echt pure pace op de flanken. Met Tonev 90 pace. 5 slow weak foot. En ik vond hem best wel heel erg goed. Met zijn hoge workrates. En natuurlijk 79 afstandsschoten en 79 schotkracht. Dus dat is ook prima. En hebben we rechts buiten. Of rechts mid moet ik natuurlijk zeggen. Hebben we Blasnikovski met 93 pace. Echt ontzettend snelle flankspelers. Maar dat vind ik altijd wel prettig. 4 zo weak foot. Gewoon prima set voor hem. Dan gaan we op cam naar een van de beste cams op het spel. Naar mijn mening. Laat even comments beneden achter wat jullie van De Bruyne vinden. Maar ik vind hem echt geweldig. Echt goddelijk op dit spel. 5 zo weak foot. 4 zo skills. En kijk die stat. 79 schieten. 80 paas. 80 dribbelen. Ik vind hem echt verschrikkelijk goed met zijn 5 zo weak foot. En nu gaan we naar de echt de meest overpowered spitsen op het spel. De upgraded Benteke aan de linkerflank met 2100 muntjes gekocht. 81 snelheid, gewoon prima stats en ook nog goed koppen voor hem. 4 star weak foot. En dan, hoe kan het ook anders om dit overpowered team compleet te maken? Gaan we naar de Bundesliga en wie anders dan Aubameyang. En dat brengt ons op 100 chemistry met dit te overpowered team. Het is echt, denk ik, een van de beste teams die ik heb geprobeerd. Ik gebruik hem, ik hou hem als tweede team, maar Aubameyang met zijn 95 pace en Benteke die er dan naast staat met zijn verschrikkelijk sterke lichaam, brengt ons op die 100 chemistry. Dus goed, laat even in de comments beneden wat jij van het team vond. Vond je deze video leuk? Geef dan heel even een like. Abonneer op Dutch FIFA Heroes. Op het moment dat je dat nog niet was, mijn kanaal staat ook in de beschrijving. Voor dit keer heel even geen goals. Dat komt omdat hij op een of andere manier opeens mijn gameplay niet pakte. Maar goed, volgende week natuurlijk wel weer goals. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik zie jullie later.